Even ook voor de kijkers. Hoe vond jij die op de R3FM te komen met... Super tof dat je kijkt naar GloNeo Vlog. Mijn naam is Sanne Pat. Ik heb lekker met de ramen open geslapen. Het was super lekker. En nu ga ik dan maar even dicht doen. Want ik heb het al gezien zo. Het is warm genoeg. Maar dan ga ik alleen even deze naar beneden doen, want voor de licht van mijn computer. Zo, even zonnescherm naar boven. Ik heb echt trouwens ook ongelooflijk lekker geslapen. Oh. Ik leen even deze naar boven en dan ben ik klaar. Kan jij even eten geven? Je zit lekker genieten daar zo. Ik weet niet of jullie kunnen zien, nee, net niet. Maar ja, en dan ga ik lekker koffie zetten. Dus laten we dat ook even lekker doen. Een kopje komt bij de keuken. En voor mensen die dat gemist hebben voor de vlog van gisteren. Ik heb lekkage gehad. Kan je zo een beetje noemen. En dan kwam... Oh, dat is wel te zien ook nog. En dat kwam daarboven vandaan namelijk. En dat is hier helemaal nat geregend. Nou, toen heb ik daarna voor zekerheid handdoek hier opgelegd. En daarna is eigenlijk niks gebeurd meer, gelukkig. Maar gisteren is echt enorm hard geregend dat daar nat bij me werd. En dat is wel een beetje irritant, dat was wel echt vervelend. Maar gelukkig is het opgelost en gestopt. Dus dat zorgt minder. En ik dacht echt, wat is dit nou? Wat is dit? Maar gelukkig is het opgelost. Dus, dan ga ik nu even lekker van een kopje genieten. Wat is dit heerlijke nummer? It's not enough of the world to Dat is gewoon een heerlijke nummer. Gewoon, dat is lekker. Ik hou van alle nummers. Maakt niet uit of ik het ken, of ik niet mee kan zingen of wel kan mee kan zingen. Ik vind alle heel veel nummers ongelooflijk mooi. Dus, maar nu ga ik even lekker koffie zetten. Heb ik net al gedaan. Het is het tweede bakje alweer. Echt ongelooflijk lekker. Bakje koffie. Net klaar met editen. Dat is ook gelukkig weer gedaan. Maar al sinds gisteren is het al lekker pokken weer aan het worden. Heerlijk. Dus helaas, pindakaas dat moet weer is. Maar ja, ik hoop dat het in een weekend droog is. Dus maar dan gaan we dat allemaal wel even zien. Hoe dat allemaal gaat lopen. Dit heb ik ook even snel gedaan. Even lekker wasje gedraaid. En vanavond ga ik met het hele team net even anders bellen. Ik heb er nu ongelooflijk veel zin in. En misschien ik ga even vragen of de André dat de groep goed vindt. Ik zit te denken ineens, is het misschien leuk om André Pronk mee te doen met videobellen? Ik ga het even met de groep over hebben. En algemeen eerst met groep bellen zelf. En daarna ga ik vragen of André Pronk ook mee wil doen. Dus, ja, en dan misschien vinden we dat leuk. Dus, dan ga ik nu ook dadelijk klaarmaken om richting werk te gaan. Ik kan je wel vast vertellen... Morgen komt er een aparte video online. Ga jullie morgen allemaal zien. En overmorgen ook. Het is vandaag natuurlijk zondag, als ik goed heb. Ja, zondag. En ik ga ook nu me klaarmaken om naar werk toe te gaan. En dan lekker werken. En vanavond met de groep eten. En wat ik ga eten, gaan jullie ook vanavond horen. Hoe en wat. Dus... Over lekkage gesproken, dat gisteren bak naar beneden kwam, is gelukkig nu clean, opgelost, maar dit zat helemaal onder, mijn apparaten zaten onder voor mensen die gemist hebben, en ik dacht shit, en ik was toevallig aan het bellen met Sanne, en toen heb ik gelijk begeleiding gebeld en me gelijk opgeruimd en al, en toen heb ik die handdoek daar neergelegd. Dus, dan weten jullie dat ook. Maar ik laat voor de zekerheid weekend liggen. Ik weet niet wat eigenlijk deze weekend gaat gebeuren. Of gaat het nou weer hard regenen vallen.
Stel je voor, ik ben in de week. Stel je voor, ik ben even niet. Dan kan het. Ja, kan het even laten liggen. Dus vandaar. Dus ik weet niet hoe de weekend eruit gaat zien. Dus voor de zekerheid heb ik dat gedaan. Zo, ik heb net met groen meegegeten. En dat is. Lekker twee Turkse pizza. Oh, ik zit echt enorm vol. Echt niet normaal. Ik ga lekker nu een radio aanzetten. Als je aan wil. Ja, daar gaat ie. Alleen die nog aan. Ja, die staat aan. En dan lekker muziekje luisteren. Dus gaan we dat even lekker doen. Oh, lekker van genieten. Kijk wat er weer gaat worden vandaag. Want het is enorm. Bagger weer. Al 2 dagen is al bagger weer. Nu is het nog droog. Maar wat ik ook gelijk ga doen is lekker raampje openzetten, denk ik. Voor lekker koude lucht binnen te laten. Ik heb nu al ventilator en ik denk dat wanneer de kachel omhoog is gegaan, 24,5 graden. Dat is best wel warm. Hier ga ik hem daar neerzetten. Dan gooi ik lekker een raam open. Oh, je moet die omhoog. Zo. Komt even lucht hier binnen. Want anders wordt het s'nachts weer koud en daar heb ik geen zin in. Dus ga ik daar even lekker cool laten worden. Nou, zoals jullie zien, even voor de kijkers. Ik ben weer met het hele team net even anders. Niet allemaal, maar... In ieder geval met Mitchell, Vele en Vincent. Hallo kijkers, Even ook voor de kijkers, hoe vond jij die op de R3FM te komen bij Sander? Even ook voor de kijkers, hoe vond jij die op de R3FM te komen bij Sander? Geweldig, ik vond het geweldig om daarbij te zijn. En dat Sander mij benaderd heeft, dat is wel mooier. Nou, ja. Dat was via Maaike, maar dat Sander zelf heeft gevraagd of ik wil meedoen met de uitzending. Dat is echt geweldig om mee te maken. En ik mocht ook de uitzending overnemen, was dat ook laatst. Ja. Sander was verbaasd. Ja. Hoogie was verbaasd over. Maar we hadden het over. We hadden het ook natuurlijk over dat we elkaar eerst leren kennen. Nee, voor de kijkers even. Ik weet nog dat Vincent als gelijk naar me toe kwam, mijn hand te geven. Toen mocht het nog. Om zo te zeggen. Ja, nu niet, jammer genoeg. Nee, nu niet. Nee, voorlopig niet, helaas. Ik ben ook wel van Ben inderdaad. Maar ja. Het is wel een raar gevoel. Ja, het is wel een raar gevoel. Ja, toen ik bij Xander voor het eerst kwam, ging je gewoon high five hand schudden. Toen mocht het nog. Ja. Ja, toen was er nog niks aan de hand. Nee. Nee, precies. En toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet, Sander en ik. En toen kwam Mitchell, Sanne, toen kwam Janice en als laatste kwam... Ja, Vele kwam als laatste inderdaad. Maar sorry, wat was als laatste, wat bedoel je? Jij kwam als laatste aan. Je kwam als laatste aan. Sorry, ik kwam tegelijkertijd aan. Toen ik aankwam, zag ik Sanne nog... aankomen rijden of zoiets. Oh, dat kan ook nog, dat Sanne als laatste was. Dat kan ook nog. Oké. Wat ik wel weet voor mij ging, reed... Sanne met Eline mee, zei ze tegen mij. Ja. En wie reed jullie mee? Ik reed met Floor. Ik reed met een begeleider mee van mij. Ja, ik ging met mijn zwager. Mijn zwager ging mee. En Mitchell, wie ging jij rijden? Met Eline. Met Eline? Oh ja, tuurlijk. Jullie wonen. Klopt, ja. Ja. Oh. Dank je, Vele. Dat is beter. En jij, Vele, jij ging ook met Eline mee rijden? Ja, jongens, ik hoor je niet zo goed of zo. Mijn telefoon doet een beetje raar. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Ja, mijn oordopje, dat ding doet weer. Ik hoor die best wel slecht. Oh. Dat doe je uit. Oh, wacht even, ik heb een beetje gereden. Nou ja, vorige week ging het helemaal mis met videobellen. Want ja. Van ons hadden ze een verbinding. Ja, dat zouden we ook gaan bellen, maar we hadden heel vaak de verbinding verbrak. Ja, want de verbinding ging niet zo best. Nu gaat de verbinding wel wat beter. Ja, dat gaat een stuk beter. Nu is het geluid ook beter, horen we. Vele, kun je ons verstaan? Ja, ik kan je verstaan, want de telefoon deed wel. Ah, dat is beter. Beter, mooi zo. Dat is beter. Goed. Nou, eigenlijk
dat is ook een mooi moment om even ook te hebben, want net even anders, wat jullie niet in de uitzending zien, dat wel dingen wel mis is gegaan. Ja, klopt. Dat was, Marlijn maakte toch ook weer zo'n grapje bij toen Sander er was. Die ging toch Marlijn zich verspreken? Want zij is ook weer, ze ging zich verspreken, ze zei iets. Eigenlijk iets anders dan wat ze eigenlijk iets anders wilde zeggen. Toen versprak ze zich. Oh, dat weet ik niet meer. Ja. Was het bij mij dan? Nee, maar toen we vertelden van waar zijn ik van wat we hebben gezegd en zo, toen moesten we toch elkaar dingen vertellen of zo aan het tafeltje. En dat we met z'n tweeën moesten dingen vertellen over je werk of zo. En, Dat was bij mij. Ja, ik bedoelde die dag ook dat Marlijn zich versprak. Oh, ja, nou weet ik het weer. Ja, en er was ook een blooper bij Shanice. Toen had Marlijn ook een bijna verspreken. Toen versprak Marlijn ook. Marlijn zei, versprak ze zich ook bij jou. Toen ze zei iets. En toen moest Sander ook lachen. Volgens mij moest ze lachen. En toen versprak Marlijn zich. Maar ik weet niet wat ze zei. Ik kan het niet herinneren hoor. Dat vind ik wel jammer. Ik weet wel, dat was een paar keer gehad, maar ik weet niet wanneer het is gebeurd. En toen zei Marlijn iets op de zaad en dat Marlijn iets zei. En dat eigenlijk iets anders wilde zeggen, toen moesten we lachen. Oké. Okay. Ik weet wel dat ze wel een paar keer het woord kwijt was. Wat zei ze? Dat heb ze ook gehad, dat ze soms het woord kwijt was wat ze moest zeggen. Oh ja, dat hebben we ook. Oh, dat ze zich versprak, dat ze eigenlijk iets anders, ja. En er was ook een blunder bij de dierentuin, dus ook misgegaan. Wat dan? Bij Mitchell. Oh ja! Ja, met een voetinvader. Oh ja! Mijn handje, hey Mitchell! Mijn handje heeft dus niet goed geholpen! Nee, ik had twee emmers in plaats van gewoon. Dat soort dingen is alles misgegaan. Maar Mitchell, gleed je nou uit? Wat gebeurt er? Ja. Ik wou blijven staan, maar ik ging... Nee, Mitchell, je wou zwemmen. Ja, dat ook. Maar Sander, wat zei je toen Mitchell bijna viel? Wat zei je toen tegen Mitchell? Dat weet ik niet meer, wat zei je nou tegen, weet jij dat nog? Lang geleden. Ja joh. Dat was ook een laar. Alleen voeten waren in het waterbok. Ja, dat was ook een laar, eentje. Nee, al beide toch? Je zit wel met je voeten gewoon allebei in de water. Oh ja, allebei. Ja, toen waren je schoenen nat. Oh ja, het was best wel warm in de dierentuin. Dat weet ik ook nog. Zo, ja, dat weet ik ook nog. Ja, het was wel warm inderdaad. Nou, en Volendam dan? Roodbier! Alsjeblieft zeg! We waren zeker zijn nat geregend. Maar die vliegen lijkt alsof we in de sauna zaten. Ja, maar in de allerlei, ja. En maar, dat was de dag dat ook Special Media Award was. Met de trein, dat was het heet. Ja. Oh ja, toen. Maar toen we naar Volendam waren, was ook de dag dat we naar Special Media Award gingen. Ja. Hoe vonden jullie het in publiek te zitten? Ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk. Ja, leuk man. Ja? Je hebt het goed gedaan. Ah, dankjewel. Heel goed gedaan, Sander. Ik ook. Ja. Goed, eens even kijken. Mitchell, hoe gaat het puzzelen? Ik puzzel niet meer, echt waar. Nee? Ben Mitchell, ben je uitgepuzzeld? Ik ben hier met nog geen drie mensen, Mitchell, ben je uitgepuzzeld? Ja, eventjes wel. Ah. Even meer nieuw gaan, even meer Mitchell, waar is je niet? Slaapt ze al? Wie, wat? Slaapt je niet al? Nee, toch? Genies? Hé, broer! Ik doe Shiniel! Nee, die kijkt de geef ook al. Oh! Ja. Ja, sorry. Grappig. Sorry, maar ze beginnen met de. Ze zeggen ook. Sh, en bij Shiniel zijn ook. Sh. Ja, ik snap hem. Misschien daar zijn ze ook al. Weet ik wel. Oké. En, Vera, hoe gaan we daarmee, Peting? Ook gepauzeerd. Laten we zeggen dat ik weer ga beginnen aan de diamond painting. Oh wacht, ik heb wat lips laten zien van jullie. Oké. Wacht even. Ah. Ik weet niet wanneer ik weer aan de diamond painting ga beginnen. Ik ga even kijken. Oké. Want omdat je ook weer werkt, hè? Toch?
Ja, dan is het ook anders. In het weekend heb ik wel meer tijd. Want door de week werk ik weer de hele week. Dus. Wat ja, vinden jullie van dit? Oh ja! Wat? Dat is een zo'n spaten shirt. Oh. Met van die verf of zo? Nee, met bleek. Oh ja. Oké. Okay. Nice toch? Hij heeft het aangehad. Hij heeft het aangehad, hè? Een van die vlogs. Ja. Leuk man. Zelf gemaakt. Ja. En het doet het wel. Nou ja, het staat hem goed. Ik heb er geen zo'n vlog gezien, maar het staat hem goed, die shirt. Ja, hè? Ja. En, maar goed, maar Mitchell, maar hoe gaat het dan met koken eigenlijk met de groep? Kook je wel eens met de groep? Of? Nee, ik ook alleen. Oh, ik ook alleen? Ja. Ja. En wat is jouw specialiteit dan, Mitch? Pasta, of ik maak wel eens ribs. Ah. Oeh, lekker. En wat maak je erin? Mijn specialiteit is pasta. Specialiteit is pasta. En ik ga volgende week het nieuws maken. Griekse monouska. Klinkt lekker. Dat was even lekker gezellig. Echt enorm super gezellig bellen met net even anders. Niet iedereen was erbij. Sanne en Janice waren helaas niet bij. Maar ja, oké. Kan niet altijd wel compleet zijn. En het is al super tof dat je met 6 personen kan bellen. Dat vind ik al super, 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 super tof. Dus, en daar heb ik echt van genoten. Maar het is nu al 12 uur geweest en ik ga lekker mijn bedje opzoeken. En gelijk de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo even een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo zou het super tof zijn als je hier beneden al geabonneerd. En zeg ik alvast veel kijkers een groene heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Een paar dagen terug is Rick Brink jaar minister van Gehandicapte Zaken. En wat is een mooi terugkijk nadat ik bij hem geweest en ik kan er reden van vertellen waarom ik bij ben geweest. Ik heb hem ook gesolliciteerd voor de gehandicapte zaken.